Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En deze keer is het weer een slijf-update en ik heb echt super veel aan jullie te vertellen. Ik heb namelijk weer een heleboel nieuwe repaints gemaakt. Ik heb weer dingen gemaakt voor mijn manege. Ik heb super belangrijk nieuws voor jullie. En ik heb ook nog aan het eind van deze video een hele leuke winactie voor jullie. Dus blijf zeker kijken tot het einde. Ik hoop dat jullie heel erg veel zin hebben in deze video, net zoals ik. En als het dan is, doe dan een blauw duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Nou, oké. Laten we maar gaan beginnen met een repaint, want ik heb de laatste tijd echt super veel repaints gemaakt. Tam 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 tam! En dit is de allereerste repaint en ik denk dat jullie het model wel herkennen, want dit is echt een super populair model. Het is namelijk een repaint op de Slijg Fjordhengst. En ja, normaal gesproken heeft dit paard de kleur van een fjord, maar ik heb hem nu grijs gemaakt, want er bestaan ook grijze fjorden. En ja, eigenlijk vind ik hem wel echt super leuk geworden en ik vind het er ook best wel echt uitzien. Oh wacht, ik zie dat ik iets ben vergeten. Ik ben iets vergeten wat letterlijk elke fjord heeft. En dat is een aalstreep. Hij heeft gewoon helemaal geen aalstreep. Oh, wat stom. Ja, ik zou er nog wel een streepje op kunnen doen. Maar wat vinden jullie? Moet ik hem een aalstreep geven? Ja, eigenlijk klopt die niet echt, hè? Want volgens mij heeft elke fjord een aalstreep. Oké, hier heb ik de tweede repaint die ik afgelopen tijd heb gemaakt. Maar dit is namelijk een witte pony. En eerst was dit model de grijze rijpony. En dat is ook wel een best populair en duur model. Maar ik had hem dubbel, dus ik ging hem repainten. En nu heb ik hem wit gemaakt. En hij heeft gewoon, ja, jullie kunnen het zien, grijze voetjes en een grijs neusje. En hij heeft ook nog een tuigsetje van mij om. Dit tuigsetje heb ik een tijdje geleden gemaakt. Dus niet nu of zo, want ik maak niet zoveel tuig meer. Maar ik wilde jullie gewoon even laten zien hoe dit paard eruit ziet met dat tuigsetje. Want ik vind het wel echt super leuk staan, dat donkerbruin. Ja, en dat rood. En ik ben heel benieuwd wat jullie van dit paard vinden. Oké, dat waren alvast twee repaints. En ik wil nu wat vertellen over mijn slijgmanege. Want ik krijg echt elke dag de vraag van wanneer komt er weer een nieuwe aflevering van je slijgmanege serie. Dus ik zal jullie even vertellen hoe ver ik ben en wanneer er een nieuwe video komt. Nou, ten eerste vind ik het echt super leuk dat jullie deze serie zo super leuk vinden. Want ik zag laatst dat de allereerste aflevering van deze serie meer dan 100.000 keer is bekeken. Dus dat vind ik echt super leuk. Dank jullie wel allemaal. Nou, de laatste video die online is gekomen is de video van de rijbak. Nou, toen heb ik gewoon een rijbak gemaakt en een gedeelte van de wasplaats. Dus jullie kunnen eigenlijk al een beetje raden wat de volgende video wordt. Dat wordt een video van de wasplaats. En die komt in december online. En het wordt niet zomaar een wasplaats met gewoon poetspaaltjes en dingetjes. Ik ga er echt iets heel moois van proberen te maken. Dus abonneer ook zeker op mijn kanaal en doe dan ook dat belletje aan, want dan krijg je gelijk een melding als ik een nieuwe video upload. En dan weet je ook gelijk wanneer de nieuwste aflevering van de Slijgmanege serie komt. Nou, dan wil ik jullie ook nog even mijn nieuwste aankopen laten zien en dat zijn deze vier paarden. En dit is volgens mij de Holstein Mary. Ik weet het niet zo heel goed meer. Ik denk dat heel veel van jullie deze ook wel hebben, want deze is nog best wel nieuw. Nou, dan heb ik ook nog deze. Die heeft vlekjes. Volgens mij is dit ook de Holstein. Ja, ik vind ze vacht wat minder mooi, maar ik vind ze houding wel heel erg leuk. Als je deze een andere kleur zou geven, bruin of zo, dan zou deze er al wat cooler uitzien. Want ik vind hem nou een beetje nep. Nou, dan heb ik ook nog deze. En dit is een speciaal paard, want deze kan je alleen in een setje kopen met een ruiter en tuig volgens mij. Het is een beetje jammer, want hij heeft echt een hele dikke beschadiging. En ja, origineel is het paardje zwart, maar nu heeft Slijg hem dus wit gemaakt. En eigenlijk vind ik dit wel echt een superleuk model. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. Dus goed gedaan, Slijg. Nou, dan heb ik hier nog een laatste aankoop. En dit is de Slijg Welsh Pony of Dartmoor. Ik weet niet precies het ras. Deze komt ook uit 2018. En ja, de kleur vind ik verder heel erg leuk. En deze die had ik nog niet. Dus als verzamelaar moest ik deze natuurlijk wel hebben. Oké, en als je echt een trouwe volger bent van mijn YouTube kanaal, dan weet je dat ik een serie heb waarin ik bekende paarden ga namaken als een slijgpaard. Dus zo heb ik ooit een keertje Moos nagemaakt van Fenna. Ik heb Marley nagemaakt van Feline. Ik heb George nagemaakt van Brit. En ik heb Melly van Indraf. En ja, Uriah heb ik natuurlijk nagemaakt. En het is best wel lang geleden dat er een nieuwe aflevering van die serie online kwam. Maar jongens, ik kan jullie vertellen, er komt weer een nieuwe aflevering aan. En niet zomaar een aflevering. Dit wordt denk ik de allertofste aflevering, samen met die van George. Ik heb hem al af en ik heb hem hier zelfs in mijn handen. Oké, ik laat anders een kleine spoiler zien. Ik laat zijn neus omhoog komen. Ik ga echt niet te veel verklappen hoor. En ja, ik ben heel benieuwd wie jullie denken dat ik heb nagemaakt. Dus welk paard van een bekende YouTuber? Laat het weten in de reacties. Dan heb ik hier nog weer drie repaints. En eentje hiervan heb ik zelf niet gemaakt. Die heb ik namelijk laatst gekocht. Nou, ik zal eerst even deze laten zien. Deze heb ik wel zelf gemaakt. En dit is een slijg repaint. En die heb ik gemaakt met een airbrush. Dus in plaats van dat je met een kwast over je paard heen gaat kwasten, heb je een airbrush pistool waarmee je je paard soort van in
spreekt. Maar nu heb ik er dus een beetje een valkkleurige tinker van gemaakt. En hij lijkt eigenlijk heel erg op de tinker van Star Stable. Die ik ook op Star Stable heb. Alleen volgens mij heeft die op Star Stable nog wel een bles. Ik vind hem wel heel erg leuk te uitzien. Ik ben wel blij met het resultaat. Dan heb ik hier nog twee repaints. En een van deze twee repaints die heb ik zelf niet gemaakt. En dat is deze. En dit is een, ja, je kan het eigenlijk al zien, een Rowan-kleurige pony. Ik vind hem dus super vet uitzien. En origineel was dit model de stijgerende Morgan Hengst. Maar kijk, dat model is stijgerend. En dit model ziet er wat anders uit, want hij stijgert niet echt meer. Dit been is namelijk veranderd door iemand. En nu kan je hem zo neerzetten. En dan lijkt het dus net alsof hij loopt. En deze repaint is gemaakt door Sanne Leonie. Maar ik denk dat heel veel van jullie die niet echt kennen. Maar zij maakt ook echt hele gave repaints en customs. En ja, ze heeft er ook deze gemaakt. En hier ben ik echt heel blij mee. Ik vind hem echt super cool. Dan heb ik dus nog deze. Tam, 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 tam. En dit is een slijgmodel dat ik echt super lelijk vind. En nu heb ik hem dus een andere kleur gegeven. En nu vind ik hem eigenlijk best wel cool. Want dit is namelijk de Lusitano Hengst. En origineel dan is hij een beetje lichtbruin en heeft donkere manen. En nou is hij Palomino. En als je heel goed kijkt, dan heeft hij een soort van wit stipjes op zijn kont en alles. En nu vind ik hem er eigenlijk veel leuker en vriendelijker uitzien. Hij ziet er wat schattiger uit of zo. Eerst zag hij er echt een beetje uit als een dinosaurus. Maar nu vind ik hem echt leuk. En een paar van de repaints die ik nu in deze video laat zien, die zullen ook weer verkrijgbaar zijn op mijn webshop. Dat is www.daphnedraafdorp.nl. Dus wil jij nou iets van mij kopen, van mijn slijg of van mijn repaints, dan kan je even kijken op mijn webshop. Oké, ik heb het nu toch al over mijn webshop gehad. Dus zal ik jullie nu maar het belangrijke nieuws gaan vertellen? Oké, ik ben afgelopen maanden echt super druk bezig geweest met iets nieuws. Een tijdje geleden verkocht ik al de Slijg Mystery Boxen op mijn webshop. Dat heb ik toen ook verteld. En binnen no time waren die boxen allemaal al uitverkocht. En ik heb daar hele leuke reacties op gekregen. Dus ik ben afgelopen maanden echt super druk geweest. Want ik ben naar allemaal winkels gegaan. En ik heb groothandels afgestruimd. En ik heb gebeld en gemaild. En jongens, vanaf nu heb ik weer nieuwe Mystery Boxen op mijn webshop. En dit keer zijn het niet zomaar mystery boxen, maar de kerstdagen komen eraan. Dus ik heb mystery boxen gemaakt in een kersttintje. En ja, er zitten hier dus echt super veel slijgdingen in. Een slijgpaard, een slijgsetje, knutselspullen. En nou, hij zit gewoon helemaal gevuld met allemaal slijgdingen. En ik kan jullie al een beetje verklappen wat er in de doos zit als je hem openmaakt. Nou, als je de mystery box openmaakt, dan is dit het allereerste wat je ziet. Het is kerstpapier natuurlijk, want het is kerstthema. En als je deze openmaakt, tada, daar kom je een heleboel confetti tegen. En dan hieronder zitten alle cadeautjes. Ik ben echt zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben echt mega druk hiermee geweest. En ik heb er zelf dus ook eentje. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik vind ze echt leuk. En vanaf nu zijn deze mystery boxen verkrijgbaar op mijn webshop. www.daphnedraafdorp.nl. Nou, en de mystery boxen zijn niet het enige wat nieuw is op mijn webshop. Want jullie weten inmiddels wel dat ik echt een mega grote slijgverzameling heb. En dat ik echt super veel dubbele slijgpaarden heb. Maar ja, wat moet ik nou met zoveel dubbele paarden? Dus afgelopen tijd ben ik echt super druk bezig geweest. En heb ik al mijn dubbele paarden uitgezocht. En ik heb ze opgeknapt, foto's gemaakt. En vanaf nu staat mijn webshop ook helemaal gevuld met echt een super grote paardencollectie. En dit zijn allemaal paarden die al uit de collectie zijn. Die je dus niet meer in de normale winkel kan kopen. Dus moet jij nou je collectie compleet maken of mis jij een paard? Dan staan in mijn webshop vast wel paarden die jij kunt kopen waarmee je je collectie compleet kan maken. Dan komen we natuurlijk bijna aan bij de winactie aan het eind van de video. Maar voordat we daar zijn, wil ik jullie nog even drie laatste repaints laten zien die ik afgelopen tijd heb gemaakt. En dit is één van die drie repaints. En dit is wel een model waar ik echt super trots op ben. Dit is namelijk de Trapkenner Hengst. En nu heb ik hem lichtbruin gemaakt met dus een vlekkenpatroon. En deze was echt super moeilijk om te maken. Want ik heb hem zeg maar eerst bruin gemaakt met de airbrush. En daarna ben ik er overheen gegaan met witte verf. Maar het was echt super moeilijk om dit vlekkenpatroon te maken. Want als je één keer uitschiet, ja, dan is je paard gelijk weer verpest. Dan moet je weer opnieuw die vlek tekenen. Dus ik ben blij dat die af is, want hij kostte echt superveel tijd en moeite. Maar ik ben echt wel blij met het resultaat. Hij heeft nog geen naam, dus als je een leuke naam weet, laat het zeker weten. Dan heb ik ook nog deze. En dit is een Arabier en hij is bruin en hij heeft stippelbips. Ik vind het natuurlijk superleuk om paarden een stippelbips te geven. Hij is een beetje roodbruin en hij heeft donkerbruine manen. Het is een kleur die ik nog niet zo vaak heb gebruikt bij slijgpaarden, maar eigenlijk vind ik dit best wel een leuke kleur. Deze heb
ik dus afgelopen tijd ook gemaakt. En dit is ja, eigenlijk een beetje dezelfde kleur als deze Tinker. Het is dus een valkkleurige zwarte woud Melly. Ja, dat is eigenlijk het ras. Maar hij is nou niet meer zwart natuurlijk. Oké, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze video. Dus het is tijd voor de winactie. En om te vieren dat mijn slijgwebshop eindelijk online is en jullie allemaal slijgpaarden kunnen kopen, ga ik onder al mijn volgers één slijgpaard verloten. En dat paard is... Tam, 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 tam. Deze Arabier Merry met een nekroop. En dit is de Arabier Merry uit 2014. En deze is al een aardig tijdje uit de collectie, dus hij is ook nog extra speciaal. En als jij natuurlijk dit paard wil winnen, moet je natuurlijk wel een paar dingetjes doen. En dat is 1. Nou, je moet natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal Daphne Draaf Door. En laat in de reacties weten wat jouw favoriete slijgpaard is. En zet daarbij je Instagram naam of je e-mail als je geen Instagram hebt, zodat ik contact met je op kan nemen als je hebt gewonnen. En dan over ongeveer 2 weken laat ik de winnaar weten via mijn Instagram. En ik zal het ook even in de reacties hier zo zetten. Nou, ik wens jullie allemaal super veel succes. En ik hoop dat jullie allemaal gaan meedoen. En ja, dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze video. Vond je deze video nou heel erg leuk? Doe dan zeker eventjes een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Want we gaan richting de 45.000 abonnees. Dus abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan zie ik jullie eigenlijk heel erg graag weer terug in de volgende video. Doei doei!